It's coming, Rome. We zagen de snelste goal en de oudste doelpuntenmaker in een EK-finale. En Björn Kuipers floot de wedstrijd van zijn leven. Verder waren wij allemaal soms voor de Italianen, soms voor de Engelsen. En bouwen we wederom een derde helft al om terug te blikken op het gehele EK. Aan vrijwel alles komt ooit een einde. Dus op naar de allerlaatste live-uitzending vanuit de derde helft EKV. Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij. Ik verlies, ik ben liever slecht dan winnen en verliezen. Goedenacht, kijkers van de livestream op YouTube. Wat ongelooflijk vet dat jullie nog ingetuned zijn. En hallo luisteraars. Wakker worden! Welkom in de laatste uitzending van de derde helft EKV. Vandaag zullen we het uiteraard uitgebreid over de finale hebben. Maar stellen we ook een speciaal derde helftal van het toernooi samen. Met z'n vieren komen we tot een basis elf en waarschijnlijk vijf wissels en een formatie. Aan de hand van deze selectie en deze individuele spelers zullen we het ook terugblikken meteen op het hele toernooi. Ja, ik kan me eigenlijk geen beter einde van het toernooi wensen door hier met mijn drie vrienden aan tafel te zitten. En een Snijboon is er, Tim is er. Ik ben geen kennis meer. Voor mij wel. Oh. En Pepijn is er ook gewoon weer. De man waarmee het allemaal begon, 4 weken geleden volgens mij. Ik merk een soort van verslagenheid dat dan kan komen doordat het jammer is dat het toernooi afgelopen is. Doordat het bijna 1:30 's nachts is. Of doordat we jammer vinden dat het door penalties beslist is. Maar dat laat ik even in het midden. Hoe zitten we hier, jonge Snijboon? Ik ben helemaal leeg. En is dat vanwege... Wat een emotie in deze wedstrijd. Ik denk dat ik echt nog bijna nooit zoveel emotie heb gevoeld bij een wedstrijd waar niet een team aan meedeed waar ik fan van ben. Ja. Tim, ben jij net zo leeg? Is dat door dezelfde emotie nee, of ben je gewoon moe? Ik ben niet leeg. Ik ben ook niet echt moe. Ik vond het een heel leuk toernooi en ik vond het een prima finale. Oké. Okay. Pepijn, top dat je er weer bent. Bij een nachtelijke uitzending. Ja. Jullie weten wel, jullie moeten bellen als het s'nachts wordt opgenomen. Ja, niemand wilde. We trapten met je af 4 juni volgens mij, 5 weken geleden. Ja. Welkom terug. Ja, dankjewel. Ja, vervuld met trots. Ik voel me een beetje zoals Fabio Cannavaro. Die won in 2006 de wereldvoetballer van het jaar. En een beetje als ik kijk naar welke gasten jullie hebben gehad. Daar pas ik niet helemaal tussen. En dat heeft hij ook een beetje, denk ik, als hij later terugkijkt op het lijstje. Maar maakt het niet minder leuk om hier te zitten. Als je soort van twee van die circuits hebt, eentje is gevuld met mensen die fans zijn van Pepijn Veerman. En de andere is gevuld met mensen die fans zijn van Natasha Vroger. Zitten er mensen in allebei die cirkels? Mijn vader. Nee, maar die is geen fan van jou. Nee, maar echt geweldig gedaan. Tim zit hier rond de tafel. Ja, precies. Nee, Tim. Nee, maar ik denk alle luisteraars, waaronder ik, naar jullie show echt geweldig vermaakt tijdens het EK. Want het was een geweldig toernooi, maar jullie hebben het nog wat mooier gemaakt. Het blijft een prachtige podcast. Laten we hopen dat de komende 40 minuten ongeveer net zo leuk zullen worden. We beginnen zoals elke uitzending met gestrekte been. Een scherpe voetbalstelling die jullie drie eigenlijk wakker moet maken. Zeker op dit tijdstip. Snijboon, knipper even 2 keer met je ogen. De stelling van vandaag. Met zulke fans verdiende Engeland het ook niet om Europees kampioen te worden. Het is zo dubbel. Ik heb een beetje hetzelfde als met wat we met Hongarije ook besproken hebben. De fans van Hongarije verdienden niks. De Hongaarse overheid verdiende niks, maar het Hongaarse elftal wel. Zo voelde ik het nu ook een beetje. Iedereen zat echt te wachten op dat volksfeest in Londen, hoe mooi dat zou zijn. En dan echt om 10:30 vanochtend kreeg ik op beelden doorgestuurd dat heel Trafalgar Square en Leicester Square gewoon helemaal door midden werd gezaagd door al die dronken Engelsen. Maar het is echt heel erg jammer, want het doet zoveel af aan de gunfactor die dit team eigenlijk heeft. Ach jongens, hou nou toch op, man. Het is, die mensen hebben een jaar lang opgesloten gezeten. Hun team staat in de finale voor het eerst in 40 jaar. Worden. Ik snap dat zij om 11 uur lang bier uit elkaars anus drinken. Ik heb zoveel tieten gezien vandaag. Laat die mensen lekker dierlijk zijn. En kijk, als je het over fans hebt en dan neem je het team kwalijk, dan moet je het voetbal afschaffen, want elke club heeft gewoon verschrikkelijke fans. Dat is ook mijn tweestrijd. Ja, zeker. Ja.
En het is maar geen tweestrijd. Dit was wel heel erg. Ja. Het was zo, elke keer dat je zo die wedstrijd te kijken, dacht je echt, oh Engeland, weet je wel, ik gun het ze wel. En dan kreeg je weer op WhatsApp een filmpje toegestuurd. Dacht je, nou, dit kan echt. Ik heb nog nooit een filmpje gezien waar een toren van 3 naakte mannen wordt gemaakt, waar 4 doorheen wordt gegoten en dat de onderste dat opdringt. Zeg maar, hoe bedenk je zoiets? Nou, ik zag alleen die onderste. Ja, het was echt krankzinnig wat we zagen. Maar goed, jullie vinden dus niet dat je een ploeg of een nationale team mag straffen om... Nee, je mag ze niet om straffen. Maar in je eigen beeldvorming mag je toch wel denken van... Nou, doe dan maar die Italiaan. Er zullen waarschijnlijk ook heel veel niet-lievertjes tussen zitten. Ja. Maar het verpest het gewoon een beetje. En er worden natuurlijk ook, niet beelden doorgestuurd van mensen die gezellig naast elkaar een biertje zitten te drinken. Lekker zitten te juichen. Dus het is ook wel echt het uitschot wat je voorbij krijgt. Ja, het waren inderdaad wel krankzinnig. Het was wel echt was het. Ja. Zullen we dan maar naar de wedstrijd gaan? Heel graag. Italië-Engeland. 1-1 na de 120 minuten. Ik kwam wel een leuk statistiekje tegen. Er hebben in totaal zo'n 107 miljard mensen op deze wereld geleefd. En wij zijn een van de 7,7 miljard die Engeland in de EK-finale hebben zien spelen voor het eerst. Dus we zijn echt in een select gezelschap. Luke Shaw, ja, wat moeten we erover zeggen? Laten we helemaal bij het begin beginnen. De fans van Engeland die ook zonder kaart, letterlijk iedereen wilde erbij zijn. Iedereen in Engeland. En dat namen ze heel letterlijk door het stadion binnen te dringen. Voorafgaand aan de wedstrijd. Er waren volgens mij 60.000 kaarten verkocht. Maar minstens net zoveel mensen die zonder kaart naar binnen probeerden te dringen. Komt weer een beetje op die fansconversatie aan. Hoe kijken we hiernaar? Dit is gewoon niet oké, toch? Nou, ik vind prima, zou elkaar de hersenen inslaan. Maar zo'n armische post van Wembley, die zegt al een jaar tegen zijn vrienden, ja, ik ben een supposed bij de EK-finale. Zo vet! En wat krijg je? Waarschijnlijk met een flesje Stella Artois die op zijn achterhoofd geramd, omdat iemand anders zonder kaartje naar binnen wilde. Ja, daar heb ik echt geen goed woord over. Maar zullen we het even wel gewoon over het voetbal hebben? Want die fans, ja, dat was die naam, maar de wedstrijd, het was, leuk begin, hè? Het was een heel leuk begin, maar ook gewoon ontzettend vermakelijk. En heel pijnlijk uiteindelijk ook wel. Ja, voorafgaand hield Engeland de nul in 11 van de laatste 12 wedstrijden. Italië kreeg 10 tegen doelpunten in de laatste 33 interlands. Het was dan ook volledig logisch dat de eerste goal na 2 minuten viel. Opstelling van Engeland met 5 verdedigers was volgens Gareth Southgate al niet verdedigend, maar meer aanvallend. Dat bleek wel bij de eerste goal, want Trippier, het geweldige voorzet op Shaw. Ja, wil jij gelijk voor mij even zo'n jingle erin gooien? Want jij zegt het al, het was, ze zeiden dat het een verdedigende opstelling was. Nou, niets was minder waar, want Luke Shaw, de linksback van Engeland, zette zelf de aanval op. He didn't hoof it up the field, zeiden ze bij de BBC. Hij koos ervoor om niet de bal weg te trappen, maar een aanval op te zetten. Die verdween over een paar schijven, kwam die aan de voet van Kieran Trippier aan de rechterflank. En zonder dat iemand het door had, was Luke Shaw bij de tweede paal opgedoken. En die kreeg misschien wel een van de moeilijkste voorzetten uiteindelijk die ik ooit heb gezien. Namelijk over 25 meter. Precies stuiterend met effect vlak voordat hij hem ging schieten. En hij schoot hem zo ongelooflijk zalig binnen. Ik denk, Gijs, ik weet niet of jij dit kan met een bal. Pepijn kon het misschien in zijn beste dagen als hij het 100 keer probeerde. Maar ik niet. Met zijn wreef, dropshot, heel gecontroleerd. Het was zo'n mooi goal, terwijl het er in eerste instantie uitziet alsof hij hem er gewoon in prikt. En Luke Shaw komt van heel ver. Een paar jaar terug brak hij zijn been in een duel met Moreno van PSV. Zware beenbreuk. Nou, uiteindelijk kwam hij terug. Toen was helaas Mourinho coach bij Man United. En die heeft hem echt gewoon gepest. Mourinho zegt nog steeds dat Luke Shaw de allerslechtste speler is waar hij ooit mee heeft samengewerkt. En toen Hoe leek goed het ook, dat iemand anders die bal dan ingeschoten? Als hij de allerslechtste. Ja, dan had ik hem dus ook al kunnen maken nog. Ja. Nee, maar Hij is Luke een Shaw van die heeft echt in de put gezeten. Er is echt een moment geweest dat iedereen in Engeland dacht dat hij de allergrootste miskoop ooit van Manchester United was. En nu speelt hij al een heel toernooi heel goed. En bekroont hij dat met echt een schitterend doelpunt in de EK-finale. Dus hij viel voor mij wel, stak hij erboven. Dus hij is jouw Coca-Cola blikvanger? Hij is mijn Coca-Cola blikvanger van deze week. Omdat ik zo aan het eind van het toernooi toch wel vind dat hij nog even de spotlight verdient. Hartstikke goed. En zeer gegund ook. Dat is een van die spelers bij Engeland waarvoor je denkt van ja, deze ploeg verdient het. Van hoe ver hij is gekomen en hoe ongelooflijk positief hij heeft gespeeld dit EK. Echt leuk, zo'n aanvallende back. Ik denk dat als er een speler van Engeland later na zijn carrière dik wordt, is het hij wel. Hij is nu al redelijk. Hij is nu al best dik, dus ik ben echt heel benieuwd hoe rond kan je ze dan worden? Hij is echt heel fit ook. Dat klopt niet, heb ik het idee. Hij stoomt wel echt. Ja, hij schijnt fit te zijn.
Nou ja, ik heb hem echt behoorlijk die flank af zien rammen. Dus hij wordt gewoon Peter Beense, die wel gewoon onder de 4 minuten kilometer rent. Ja, ik denk het niet. Dat denk ik ook niet. Eerste helft was sowieso echt voor de Engelsen. Deze start helpt natuurlijk naar 2 minuten met 1-0 voor. Uitblinkers, Kane, Rice en Shaw. Echt fantastisch, hè? En Declan Rice, 22 jaar. Hij ziet er echt veel ouder uit, maar ik las dat hij 22 was. Middenvelder van West Ham United. Heeft kritiek gehad op het feit dat hij dan naast Phillips staat op het middenveld. Maar hij voegt echt wel veel toe. Zeker in deze wedstrijd uitblinker. Hij heeft mazzel gehad dat Henderson last had van een blessure. Waardoor het aan het begin van het toernooi logisch was dat Henderson niet speelde. Dus dat er ruimte was voor Rice en voor Phillips. En die hebben allebei een plekje wel echt gegrepen. Maar in bredere zin, de eerste helft was echt van de Engelsen. Mm-hmm. Ze hadden het iedereen zo goed voor elkaar. Ze hadden het zo goed voor elkaar. Dat blok dat stond in Italië. Ook een beetje wat ze tegen Spanje hadden. Die hadden gewoon niet helemaal. Die wisten niet wat ze moeten doen. En toch vind ik dat het Italië juist een team dat weet hoe ze tegen elke tegenstander zouden moeten spelen. Maar hier konden ze gewoon niks tegen inbrengen. Het leek dus dat de tactiek van Southgate in eerste instantie dus wel echt werkte. Want die goal die valt eigenlijk omdat Italië niet om kan gaan met die twee backs die opkomen. En ook de rest van de eerste helft. Engeland durfde hoog druk te zetten. Pakte heel veel ballen af op de helft van Italië. Bij het inspeelpaas al. Dus daar zag je wel dat de tactiek van Southgate wel echt werkte. Maar moeilijk vol te houden einde toernooi. Ja, dat en op de duur. Waarschijnlijk wordt er bij Italië wordt er dan toch licht wat omgegooid. Of gaan ze net anders spelen. En toen zag je ze gewoon eigenlijk vanaf na de 30ste minuut zag je gewoon dat Italië langzaam die grip op die wedstrijd ging krijgen. En die hebben ze eigenlijk geen moment weer weggegeven daarna. Ja, want eigenlijk verwacht je na een vroege 1-0 dat de wedstrijd los is. We zeiden allemaal, oh, dit is wat de wedstrijd nodig heeft. Dat, eigenlijk na anderhalf minuut. Je hoopt toch altijd zo'n vroege goal. Dat het niet 0-0 en naar penalties gaat. Nou, het werd eigenlijk 1-1 naar penalties. Maar de wedstrijd zat eigenlijk na die 1-0 redelijk vast tot de rust. Italië kwam na rust veel beter uit de kleedkamer. Domineerde het balbezit, kansen. Mancini greep tactisch in. Jordan Pickford bij de Engelsen kon nog wel opstaan eventjes. Maar de gelijkmaker van Bonucci kon het niet meer voorkomen. We hebben ook met de gemengde gevoelens naar Pickford gekeken. Nee, maar niet met gemengde gevoelens. Wat een klapmogol is dat, zeg. Maar Gijs, wil jij er wat over zeggen? Want jij geeft normaal je mening niet, maar ik heb wel best wel vaak een wedstrijd met jou gekeken, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Zo kritisch op iemand. Ja, ik vind... Ik kan wel jouw mening ventileren. Dan kan jij weer verschuilen in je ivoren Zwitserse toren. Graag, ik heb je te weinig gehoord. Hij is super onzeker, Jordan Pickford. En hij wil dat compenseren door gek gedrag. En dat is heel duidelijk wat je bij hem ziet. En iedereen prikt er doorheen. Wij dus ook. Ik moet wel zeggen, ik dacht heel lang dat hij de slechtste keeper was die nooit een tegengoal zou krijgen. Maar hij is best goed. Dus hij heeft wel gekke... Hij is ongelooflijk onbesuisd en behoorlijk excentriek en misschien wel onzeker, maar hij is daardoor ook wel heel erg dapper. Hij gooit zich overal voor en dan heeft hij dan tikt hij met zijn schouder of met zijn. Maar voetballend vind ik er ook niet zo heel veel. Kijk, ik vind geen wereldkeeper, maar vind ik er niet zo heel veel mis mee. Maar ik heb er echt wel principiële bezwaren tegen als bij elke bal die vanuit welke hoek ook op goal geschoten wordt, dat een keeper tegen die verdediging gaat schreeuwen. Het is zo'n Jelle ten Rouwelaar. Ja. Overal reageert hij mee met gegil. Voor de jonge fans, Jelle ten Rouwelaar was ook Jelle ten Rouwelaar, die was altijd gewoon of bij elke tegengoal of bij elke bal die hij pakte, ging hij gewoon standaard heel hard schreeuwen tegen zijn laatste man, want het was sowieso niet zijn schuld. Een soort Bas Roorda was Jelle ten Rouwelaar. Ja, voor de jonge Goed, uiteindelijk dus 1-1 na 90 minuten verlenging. Ja, wel ook nog wel even. Het was wel echt verdiend die 1-1. Want ik vond Italië weer. Op een gegeven moment begin tweede helft. Ja, de laatste 20 minuten was volgens mij iedereen aan het wachten op die verlenging. Maar vooral het begin van de tweede helft vond ik ze echt wel weer voetballen zoals ze een beetje in de poolfase deden. Gewoon dat frisse voetbal. Gewoon echt. Ik had op de een of andere manier niet meer het gevoel dat Engeland ging winnen toen het 1-1 was. Nee, maar ze leken nog meer op dan dat het voetbal het niet meer liep. Ik word ook zo misselijk van Chiellini en Bonucci. Oh ja, ik zag op FIFA 10 was Chiellini 86 al. Niet zijn leeftijd, maar zijn kaartje. Dus FIFA 2010. Ja, maar dus dat is 11 jaar 86, geleden. Hè? Dat is ongelooflijk. Hij had een paar tackles en hij stapte weer een paar keer in. Het kan gewoon niet hoe goed zij en zijn. En zelfs als Chiellini een fout maakt, doet hij daarna precies wat hij moet doen. Ja. Namelijk gewoon, ik pak hem geel, dus ik pak nu Saka, pak ik gewoon zo bij zijn lurven en ik trek hem terug. Maakt niet uit. Het was ook niet van, ik hoop er nog mee weg te komen. Nee. Of zo. Het was gewoon van, oh, dit ging mis. Ja. Nou, nu ben je van mij. Ja, maar wat een ervaring. Maar het is niet alleen ervaring. Het is ook gewoon nog atletisch en snel en voetballend gewoon best wel heel aardig. Ja, het is echt super leuk om naar te kijken. Ja, we zijn samen boven de 70, dacht ik, toch?
Ze zijn wel echt oud allebei. 34, 36 dan. Nee, we hebben pas de telefoon erbij. Ik ga inmiddels door naar de verlenging. De zevende verlenging van dit toernooi. Oh. In 3 keer werd een wedstrijd beslist in verlenging. Dat is in mijn hoofd nog best wel veel. Ik had veel minder verwacht. Ik dacht, je kan beter die verlenging skippen. Zijn jullie daarmee eens of vinden jullie verlenging iets toevoegen aan de wedstrijd? In principe vind ik het niet heel veel toevoegen. Ik heb vorige week al gezegd, of nee, dat was volgens mij gisteren ongeveer, heb ik gezegd dat een voetbalwedstrijd, dus de reguliere speeltijd, is om te bepalen wie op techniek kan winnen. Als dat niet lukt, ga je naar penalties, want dat is mentaal. En ik vind het fantastisch. Ik vind penalties geniaal. Want zo'n emotie, wat Stijmer zegt, ga je niet op een andere manier krijgen. Ik heb echt golden genoten. Nou, ik ben het hier dus ook echt niet mee eens. Maar dat is meer... Waarom niet, Snijman? Omdat penalties... Dit is een beslissing van een wedstrijd gebaseerd op negativiteit. Nee, juist op... Hoe erg ik het Italië het ook gun. Ik gun het echt, echt Rashford, Sancho en Saka. En dan Saka is dan een Arsenal-speler. Vind ik het nog extra erg. Maar 3 jongens van onder de... Wat is de oudste? 23, denk ik. Ja, zoiets. Het is gebaseerd op het falen van mensen. En bij een doelpunt is er zoveel meer kans voor iemand om uit te blinken en daarmee een wedstrijd te beslissen. Ja, bij penalties eindig je altijd met slachtoffers. En dat vind ik, gewoon, ik vind het gewoon hartverscheurend. Ja, maar het is de EK-finale. Het is het allerhoogste podium. Als de trainer Saka dus volwassen genoeg acht om hem voor 17 miljard mensen die kijken het veld in te gooien, moet je ook een penalty nemen. Dus ik ben het er niet mee. Denk je dat de trainer... Dat is gewoon maar in het blinde gokken. Maar denk je dat de trainer tegen hem heeft gezegd... jij gaat de pingel nemen? Want ik vind het wel echt heel bijzonder... dat zo'n jonge jongen de 5e pingel moet nemen... in de finale van de EK. Ik weet niet wie er allemaal nog in het veld stonden. Dit was allemaal gepland. Want het feit dat Rashford en Sancho... allebei in de 117e minuut invallen... Die komen erin voor een pingel. Maar ook allebei heel jong. Hè? Sancho ook is ook 21. Die gooien ook... Terwijl hij dit toernooi helemaal niet zo heel veel heeft gespeeld. Met 2 minuten wedstrijd in zijn benen. Gooi hem voor de leeuwen om een penalty te nemen. Ik vind dat toch... Ik vond het zo pijnlijk als gewoon als mensen voetballiefhebber. Dat je denkt, oh, je wil gewoon niet dat die wedstrijd nog 2,5 dag doorgaat met pingels. Maar je wil eigenlijk ook niet dat iemand zo'n pingel mist. Ik heb in mijn hoofd ook dat spelers inbrengen om een penalty te nemen. In mijn hoofd gaat dat altijd mis. Maar was het niet zo dat Southgate in 1996 al een soort penalty drama had op Wembley? Hij heeft nu toch zelf 3 spelers ingebracht die allemaal hebben gemist? Of zeg ik dat verkeerd? Dus hij... Ja, maar Saka viel niet in om een penalty te nemen. Maar, die andere twee wel echt. Fair enough. Hey, maar mag ik, het is dat we een blikvanger hebben gehad, maar oh mijn god, Harry Maguire. Die penalty. Oh. Hij schoot letterlijk de camera kapot. In de kruisingcamera. Er is wel eens discussie over hem, omdat hij er een beetje soort van log uitziet. Maar... Ja, en omdat die mensen in elkaar, politieagenten in elkaar beukt in Griekenland. Nee, dat is zeker waar. En camera's ook daar. Ja. Beveiligingscamera's. Nee, maar wat een... Je als centrale verdediger met zoveel vertrouwen een bal de kruising in kan raketten... Ja, respect. Het was ook niet binnenkant rechts en dat hij al een beetje aan het dalen was. Vreef. Hij schoot hem zo ontiegelijk hard als ik een penalty moet nemen, niet eens tijdens de wedstrijd, maar tijdens afstand 10, weet je wel. Als je hem vangt, dan mag je een penalty nemen. Dan neem ik hem alleen met mijn vreef als ik echt lekker in mijn vel zit. Ja, als jij nog 8 punten hebt en die ander 2. Ja, dat je denkt, maar het is lullig als ik hem gewoon binnen schiet. Maar in de EK-finale, en ik zou dit moeten doen, zou ik flauw vallen. Ja. Maar die penalty daarvoor, want Kane schiet hem daarvoor in. Die schiet al de perfecte penalty. Want die schiet hem melkbushoogte in het zijnet. Ja. Donnarumma ging vol de goede hoek in en kwam alsnog een meter tekort. Donnarumma, daarover gesproken. Wat ik leuk vind aan dit soort toernooien. Ik kijk natuurlijk heel veel Eredivisie. En ik hoorde Donnarumma. Ik wist dat het een keeper was. Hij is ongelooflijk goed, vind ik. Dus ik ben echt heel erg onder de indruk. Maar hij won alle strafschoppenseries waarin hij op doel stond. Supercoppa 2016, Milan Juve. Coppa Italia 2018, Milan Lazio. Europa League 2020, Milan Rio Ave. Euro 2020, Italië Spanje. En Euro 2020, Italië Engeland. Ja, indruk. Ja, dus de eerste keer dat een ploeg 2 keer op rij een penalty serie wint. Namelijk Italië. Halve finale wonnen ze hem van Spanje. Nu wonnen ze hem van Engeland. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Komt door het bijgeloof waarschijnlijk, hè? Weet je nog? Ja, zeker. Leg maar uit wat het bijgeloof van Italië is. Assistent van Mancini, Vialli, die kwam voor de eerste wedstrijd tegen Turkije. Kwam die te laat voor de spelersbus. Toen speelden ze Turkije van het kastje naar de muur. En dan kregen ze ontzettend veel vertrouwen. En sindsdien rijdt de spelersbus dus 100 meter... En daarna stapt die assistent pas in. Hoe blij is die assistent dat hij niet zo laat was dat hij met de Uber naar het stadion moest? Dan zat hij dat elke keer op straat moest slapen. Maar
rent die assistent dan voor elke keer voor de show 100 meter? Ja, dat weet ik. Hey, met zijn tas voor de show. Elke keer rijdt die auto dan zo'n kwijt uit het hotel. Zo. Hij komt zo zwaaiend, komt hij naar de bus toe. Wat prachtig, die Italianen. Heerlijk bijgelopen. Moeten we het nog heel even wel hebben over, want ik denk dat heel veel mensen in Nederland zo zaten zoals wij zaten. Elke 2 minuten waren we voor het andere land. Ja, wij keken op, even voor de duidelijkheid, wij keken op de BBC. Ja. Dus dan word je wel word je redelijk gekleurd de wedstrijd ingestuurd. Maar het hielp vanmiddag wel echt, waren we allemaal voor Italië. Ja. Toen zagen we in de voorbeschouwing zagen we al die filmpjes op de BBC. Toen hebben we allemaal... Huilend zijn we elkaar in de handen. Ja, toen heb ik een hele grote Engelse vlag op mijn rug laten tatoeëren. Maar tijdens de wedstrijd was het gewoon per minuut ongeveer... Ja. Kon ik het andere land meer gunnen. Ik zei... Toen de penalty-serie begon, zei ik... Ik gun het gewoon vooral niemand om te missen. En het eerste moment dat Harry Kane in beeld kwam... zei ik, hij mag wel missen. Ja. Maar ik denk dat het Engeland-team echt nog wel door kan groeien. Zeg maar, dit is niet per se eindig. En bij Italië, daar is ook wel een verjongingskuur geweest. Maar gewoon daarachterin, die mannen, die gunde ik het nog wel... om dit toernooi te winnen. Ik denk die Engelsen, dat gaat... Nou, dat zeggen ze al heel lang. Maar ik denk dat het nog wel een keer gaat gebeuren. Zit er zit wel echt de rek in, hè? En er zit echt nog... Ja, maar serieus. Waar geen rek meer in zit, maar hij is ongelooflijk goed. Is Beer en Kuipers. Ja, ik wilde net zeggen, laten we de wedstrijd heel eventjes laten voor wat het is. En laten we heel even... Hij was de beste man van het veld. Ik zou bijna serieus willen applaudisseren. Nationaal, dat mag wel. Zo doen. Ja, mag wel. Team Kuipers, hè? Bij de R winnen. Fantastisch gevlacht. Ja. Die heb ik dus levensgroot op mijn rug gezet. Maar... Geweldig. Rug, ja. 2 twijfelmomentjes heb ik toch opgeschreven om even de kritische Nederlander uit te hangen. Gijs hou nou toch op. Die gozer floot een 11. Eerste helft waar Makkeli een penalty gaf voor Sancho tegen Denemarken. Deed Kuipers dat niet. Nooit. Hij ging met deze been naar buiten. Daarom kwam hij tussen die benen. Makkeli, Sterling. Makkeli gaf hem wel. Sterling. Makkeli zat thuis, die gaf hem. Ja. Hij gaf hem wel. En de tweede moment was een eventuele rode kaart voor Jorginho. Ja, de tweede helft. Wel echt een rode kaart. Dat had wel rood kunnen zijn, ja. Maar uiteindelijk mist Jorginho een penalty. Dus zonder die rode kaart was Italië nog eerder Europees kampioen geweest. Ja, maar inderdaad. Hij floot zo goed, Gijs. Ja, dat is echt schitterend. En we hebben het al eerder gezegd, hij stopt hierna. Dit was zijn grande finale ook. Hè? Moet hij niet helemaal stoppen nu? Ook zeggen Eredivisie, jongens, ik doe het niet meer. Dit was mijn hoofd. Hij vindt het nog wel leuk, denk ik. Ik denk dat hij het wel leuk vindt om nog een beetje de baas te spelen elke week in de Eredivisie. Maar hij gaat niet meer Europees fluiten, niet meer internationaal fluiten. Nee, hij moet stoppen. Want... Hij is 48. Zo eindigen. Dus niet alleen dat je dan fluit, maar... Ja, misschien is het heel chauvinist. Ik ben heel benieuwd wat buitenlandse kranten, wat Italiaanse en Engelse kranten morgen over hem gaan schrijven. De Engelsen hoorde ik al zeggen, free flowing, that's his style of refereeing. Dat vind ik zo bijzonder, want dat is toch gewoon voetbal, zeg maar voetbal laten gaan. Ja, maar in Engeland tot de grens. Echt niet. In Engeland dit, we hebben het beeld van Engeland dat er zoals Kuipers vandaag floot, dat er in Engeland altijd zo gefloten wordt. Is gewoon niet zo. En hij voelde het echt heel goed aan. Ook zwalbes, kleine momentjes van spitsen die in de bal kwamen en zich lieten vallen. Hij had het echt... Het leek alsof hij het allemaal door had. Fantastisch. Ja. Groot compliment. Pepijn, jij zei al dat het bij Italië eindig was. En dat het daarom misschien wel goed is dat ze nog een prijs pakken. 22 spelers hebben ooit 2 EK-finales gespeeld. Geen van die 22 hebben ze allebei verloren. Dus ook nu Chiellini en Bonucci niet. Als Chiellini en Bonucci vandaag hadden verloren, waren ze... 2 van de 22 spelers die 2 EK-finales op rij hebben verloren. Hebben samen meer dan 300 wedstrijden in 1 team gespeeld. Dat slaat helemaal naar. En ze gaan naar dit toernooi samen op vakantie, dat is echt zo. Oh ja? Is dat echt zo? Ja, ja. Oh, wow. Samen met de families. Dus dat kennen zij elkaar beter dan dat wij elkaar kennen, denk je? Serieus? En met wij bedoel je... Chiellini had gezegd dat hij Bonucci beter kende dan zijn vrouw. Ja, en ik weet ongeveer hoe het contact tussen Tim en Gijs is. Die kennen elkaar helemaal niet zo goed. Goed, en dan natuurlijk aan het hoofd van de Italiaanse ploeg. Grote winnaar. Wie ben jij? Ja, ik ben Willy en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën. Ik kan deze eigenlijk wel doen. Ik zat namelijk voetbal te kijken thuis en mijn vriendin was heel ver weg en die kwam na rust weer terug. Het was volgens mij Spanje, Italië. En die zei, what the fuck, we kijken toch voetbal? Waarom kijk je Modern Family? Want zij kijkt heel graag Modern Family, dus ik dacht even bonuspunten scoren. Ze was helemaal van de leg toen ze een acteur van Modern Family strak in Armani-pak langs de lijn zag coachen. Dus komt de lookalike zien op onze deze social kanalen. Deze is de beste. Top 5 ooit. De shout-out naar Jacqueline SB, dat is haar Instagram-handle. Maar ook Katelijn van Hattem, want die had
tijdens de wedstrijd sluiten ze nog in de DM met deze lookalike. Dus allebei fantastisch gezien. Hij is erg leuk. Dus komt te zien op onze social kanalen. De lookalike. Je kan ook niet één keer je vriendin een compliment geven zonder ook gelijk een andere vrouw een compliment te geven. ik kan er niks aan doen. Nee. Oh, liefhebber. Ja. Oh, ze sluiten ook helemaal niet in de derde helft DM, zie ik nu. Maar dat maakt op zich niet uit. Goed, sluiten de wedstrijd af. Binnen de lijnen. Voor ons doen uitstekend analytisch over gehad. Dus laten we alsjeblieft als de brandweer... Misschien nog even afsluiten met dat deze twee ploegen dit EK wel echt heel veel mooier hebben gemaakt. Allebei. Dus allebei terecht in die finale. Maar op een andere manier. Hè? Ja, op een hele andere manier. De beste manier. Ploeg heeft gewonnen. Ja. De beste ploeg heeft gewonnen. En dat is dan misschien ook nog de mooiste afsluiting van zo'n toernooi. En dat Engelsen, als die Engelsen ooit winnen, dan is er hierdoor wel weer een soort van een extra feestdag ontstaan. Ja. Nou, laten we het hopen dat het in ieder geval ooit nog home komt. Ja. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je niet behalen, stem op eens. Oké, Edwin, buitenspel. Het buitenspel gaan we van binnenlijnen naar buiten de lijnen nemen. De drie mannen aan tafel altijd iets mee van diezelfde buiten de lijn. Om te beginnen bij gast, vriend, nachtdier Pepijn. Wat heb je meegenomen? Ja, nou ja, jullie hadden het net al even over het Italiaanse bijgeloof. Dus daar ben ik een beetje op voortgeborduurd. Tonali, die bij AC Milan voetbalt. Sandro. Die is eigendom van Brescia. Mm-hmm. En die is nu definitief overgenomen. Dus ze hadden al 10 miljoen betaald, volgens mij aanbetaling gedaan. En daar moest nog een bedrag bij. En daar zou Milan daar 7 miljoen bij doen. Maar de eigenaar, Celino van Brescia, die is dermate bijgelovig. En 17 is een ongeluksgetal in Italië. Dat hij heeft gezegd, doe er maar €1.000 af. Dus de Tonali is nu verkocht voor €16.999.000. Maar deze man die voert het echt heel ver door. Want hij heeft ooit bij... Volgens mij was het, een tweede divisionist in Italië. Heeft hij alle stoeltjes nummer 17 laten verwijderen uit het stadion. En nieuws over Balotelli wilde niet naar buiten brengen op 17 mei. Dus hij is echt, heeft het helemaal doorgevoerd. Maar wow. Dat is dus wel een beetje de Italiaanse gekte met... Waar staat 17 voor dan? Of weten we dat niet? Ja, dat is heel lastig uit te leggen. Maar dat... Dat weet je niet. Het komt van de Romeinse cijfer 17. En als je die omdraait, staat er iets van Xivi. En dat betekent in het Latijn weer... ik heb geleefd en dat betekent dus ik ben dood. Ah, oké. Okay. Die man heeft het hier zo druk mee dat hij al jarenlang zijn kapper ook niet heeft gebeld. We zien hier namelijk een foto van de beste man op het scherm voor de YouTube-kijkers. Snijboon, heb je ook nog wat meegenomen? Nou ja. In mijn avond wel. Ik vraag het al 34 afleveringen. Maar ik weet waarschijnlijk dat je wat mee. Hoe vet dan zegt nee. Hoezo? Wat is dit? Nou ja, kijk. Vorige keer was dit eigenlijk al het nieuwtje dat ik mee wilde nemen. Maar toen kwam er opeens een release van Ryan Babel tussendoor. Dus die moest ik even behandelen toen. Amazon Prime gaat een docuserie maken over Arsenal. En oh ja? Ik slaap al een week niet meer. Want Gijs, het gaat zo slecht met die club. En dan gaan ze een jaar lang daar camera's opzetten. Ik kan dit niet aan. Maar gaan ze er ik nu heb mee genoeg beginnen? Sunderland Till I Die gekeken om te weten hoe dit jaar gaat verlopen. Nee. Dat is toch helemaal niet leuk? Gaan ze daar nu mee beginnen? Ja, voor aankomend seizoen. Maar het is helemaal niet leuk, want het gaat helemaal niet goed met die club. En we zakken steeds verder weg. En dan gaan we voor 10 miljoen, dat is wisselgeld in de Premier League, gaan we de camera's van Amazon gaan we een heel jaar toelaten op de club. Voor hoeveel geld zou jij een cameraploeg in je leven toelaten per jaar? Serieus. Dus gewoon mee naar huis. Eén jaar. En het gaat helemaal niet goed. Nee, het zakt steeds verder weg. Je weet al hoe het gaat. Ik zou dat voor 10 miljoen wel doen. Ja. Maar ik zou dat jaar gewoon heel weinig doen dan. Lachen. Urenlang FM op de bank. Ja. Als ik kamerploeg met zo'n stok zo. Kom eens in beweging. Tweet something. Zo'n timelapse waar je niet door hebt dat het een timelapse is. En dan zie je hem alleen af en toe gewoon met een gebalde vuistje op de bank. Ja. Kom maar. Nou, hij leeft heel boos hoor. Maar dat lijkt me leuk. Ja, voor 10 miljoen zou ik dat wel doen. Maar ga je hem wel kijken, ongeacht hoe het seizoen verloopt? Ja, ramptoerisme. Natuurlijk gaat het kijken. Oké. Ja. Zo, Tim, wat heb jij meegenomen? Een soort van romantiek van social media. Dat komt niet vaak voor, maar er was een Australische jongen die keek Engeland-Denemarken. En die zag op een gegeven moment een Engelse fan, een meisje, heel erg meeleven. Als een knap blond meisje. En hij was in één keer verliefd. Dus hij heeft TikTok, dat jochie. En hij had gezegd van, ik heb geen idee hoe effectief dit is. Maar TikTok, kan je dit bericht van mij bij haar krijgen. Nou ja, voor die twist 6,6 miljoen views dat filmpje. Helemaal gewoon viral gegaan.
Dat meisje is gevonden. Helaas. Ze wil anoniem blijven en ze heeft het geld gedoneerd aan UNICEF. Helaas gaf ze geen sjoegen. Maar ja, ik vond het wel een mooi verhaal. Helemaal omdat wij een DM kregen van Charlie. En die vroeg zich af. En ja, ik voel me verplicht om het te vragen. Welke ronde van Toto moeten wij als dames goed voorspellen om een date met Snijboon te winnen? Ho, eens. Welke ronde? Ja, er zijn vrouwen die snappen dat niet. Ik merk nu al, dit wordt een heel lastig gesprek gaat dat worden. Maar ja, nou ja, sta je open voor Charlie of niet? Nee. Oké. Okay, ja, maar... Kan beter eerlijk zijn. Ja, okay, ja. Prima. Dankjewel voor je uitspelen. Ik doe het nog op de ouderwetse manier, op de trekschuit van Amsterdam naar Haarlem. Goed, laten we ook buitenspel achter ons en gaan we nu bouwen aan ons elftal. Ons favoriete derde helftal hebben we het weer genoemd van het toernooi. Aan de hand van individuele spelers zullen we terugblikken op het gehele EK. We begonnen met 24 landen, waar het EK eigenlijk normaal gesproken 16 landen heeft. Dus wij hebben gekozen om de laatste 16 onder de loep te nemen. Die groepsfase laten we even voor wat het was. Dit moet leiden tot een selectie van 11 spelers, 11 basisspelers en 5 wissels die we allemaal mogen toepassen. We hebben allemaal 4 landen toebedeeld gekregen. We weten niet van elkaar welke speler we gekozen hebben. Mag maar 1 speler per land zijn dus. Ik hoop wel echt dat iemand een keeper heeft. Ja, ik hoop ook echt dat iemand een keeper heeft. Maar ik hoop ook echt dat iemand een keeper heeft. Straks hebben we 16 centrale verdedigers. Goed, we zullen 1 voor 1 de landen langs. En dan gaan we mogen jullie uitleggen welke speler jij hebt meegenomen. Ook 4 spelers, ik heb ook 4 spelers. Steem, laten we bij jou beginnen. Jij hebt Wales. Ja, dat kon voor mij niemand anders zijn dan Kiefer Moore. Ah, heel leuk. Een spits van 1,95 meter. Die was vroeger centrale verdediger. Dat kon je ook een beetje zien aan zijn speelstijl. Die is op een gegeven moment spits geworden. In 2016, toen Wales de harte stal op het EK. Toen ze volgens mij de halve finale haalden. Hij doet nu om met zijn hand. Ja. Dat je op beetje moet wat, steken maar in je reet. Ga maar door. Heel goed. Spelen 1. Het is 10-1. Oké, laat me dan 1 leuk weetje. Hij kon nog voor China uitkomen, Kiefer Moore. Omdat de oma... Of het helemaal meer. Ja, ik vind het serieus niet leuk. We maken toch gewoon een uitzending. Wat is het voor gelul? Het is 10-1. We zijn een half uur onderweg. We hebben nog ontzettend veel te doen. Jezus, dus voordat Christus. Jij 5 minuten over dus dat uitweiden. Die badmeester was, maakt je niet uit en zo. Nee, en dat hij voor China kon spelen. Nou ja, Gijs, dieven dan maar hoor. Ja, is goed. Ja, nee, ja, serieus. Hij woont Denemarken. Maar leuk, spits. Dat is genoeg. Simon Kjær. Ja, duidelijk. Ja. Ja. Behoefte toevoeging? Ik moest kiezen tussen de 2 grootleiders van Denemarken. Schmeichel of Kjær. Het lijkt me leuk als we geen keeper hebben. Dus ik heb een centrale verdediger gedaan. Duidelijk. Kjær. Pepijn Italië. Nu al Italië? Ja, Chiellini. Dit heeft mij geroerd. En ik vind het ook wel belangrijk dat we iemand in het team hebben die een universitaire master heeft. Ja, zeker. We hebben tot nu toe een goede luchtmacht. Ja, dit wordt gewoon pompen. Gijs, heb jij ook iemand mee? Zeker, Oostenrijk. Schiet dan op. Moeilijk. Ja. Ik vond het moeilijk om een uitblinker te kiezen. Ga naar statistieken kijken. Schiet dan nog eens op, hé! De topscorer van Oostenrijk had 1 doelpunt. Kom je niet ver mee. Dus ik heb de aanvoerder gekozen met 2 assists. Oh, wat leuk. David Alaba ook, omdat het een mooi achtergrondverhaal heeft. Tim, je kent hem natuurlijk al, dus ik ga hem niet herhalen. Geweldige speler, dus Alaba in het team. Mooi. Goed. Tim, terug naar jou. Nederland. Oeh, dat is Dumfries. Ja, goed zo. Ik ga het proberen echt heel kort te houden. Omdat hij heeft me zo verbaasd wat alleen een talent kan doen. Dus ik noem hem vanaf nu een 25-jarig toptalent. En hij heeft de oplossing voor het rechtsbackprobleem opgelost voor het komende decennium. Dat is goed Dumfries. Zit goed in de verdedigers. Het wordt echt een afbraakvoetbal met Kiefer Moore. Hartstikke mooi. Snijboon, Tsjechië. Wie had ik ook? Thomas Holles heb ik volgens mij gedaan. Ja, want... hoe pijnlijk het ook is, omdat hij ons in zijn eentje ongeveer heeft uitgeschakeld. Maar hij was zo goed tegen het Nederlands elftal. Ik moest kiezen tussen hem en Schick. Maar Holles, door die ene prestatie voor mij, de speler van Tsjechië. Goed. We mogen niet mee in discussie, hè? Toch? Het is gewoon een keuze van Snijboon. België, Pepijn. Courtois. Courtois was fijn geweest, merk ik al. We hebben echt een keeper. Nee, maar ik kan nog Courtois nemen. Nee, ik heb Doku genomen. Leuk. Wel leuk. Ja. Omdat ik een echte smaak... Nou, onterecht, maar wel leuk. Ja, een echte smaakmaker. En ik vond alle echte verdettes bij België gewoon na behoren of iets minder presteren. En hij was echt voor mij totaal nieuw gezicht, nieuwe elan. Ja. En ik denk dat we een publiekslievelingetje hebben in ons team. Ja. Bedankt. Portugal voor mij moet wel. 5 doelpunten gemaakt. Record ooit bij internationale goals. Inmiddels achter zijn naam 109.
Vijf EK's achter elkaar gespeeld en gescoord. Dit was waarschijnlijk het laatste EK wat hij gaat spelen. Cristiano Ronaldo moet er gewoon wel bij voor mij. Van Portugal. Tim, Kroatië. De speler die misschien wel het meest derde helft in zijn leven heeft, dat is Marcelo Brozovic. Die heeft namelijk die heeft een voorliefde voor kroegspellen. Dus darten, biljart en tafelvoetbal. Heerlijk. En hij heeft in Kroatië heeft dus een huis gekocht. Dat heeft hij zo uitgezocht. Want hij woont nu boven een café, wat ook van hem is. En dat is een zeer populair café, een kroeg. En dat heet Epic Brozo. Dus hij, heeft een, hij is kroeghouwer. En hij heeft zo'n bom getatoeëerd, zo'n cartoonbom in zijn nek. Oh, dus hij is echt typisch derde helft wat dat betreft. Heerlijk. Ja, hij houdt van alles waar Tim ook van houdt. Darten, bier drinken en tattoos. Ik doe dit voor jullie, hè. Dus Brozovic, middenvelder. Ja. Kunnen we er goed bij hebben. Goed zo. Dan zijn we inmiddels bij Spanje van Snijboon. P3. Logisch. Kon er maar eentje zijn. De enige die van Spanje die het hele toernooi mensen deed opstaan en deed klappen. 18 jaar. En de toekomstige, maar misschien zelfs al wel dit toernooi, huidige leider van het Spaanse elftal. Mooi. Pepijn Frankrijk. Kanté. Leuk. Dat is eigenlijk de enige speler die ik in één ruimte zou durven laten met mijn vriendin van de hele Franse selectie. Mm-hmm. Benzema niet. Nee, en gewoon één Fransman in dat hele team die niet heel erg arrogant overkomt tijdens de wedstrijden. En daarbij gewoon verschrikkelijk goed. Maar ik moet wel bij zeggen, Pogba ook een fantastische EK gespeeld. Welke speler van Frankrijk zou jij je vriendin het minst graag in een kamer willen laten zijn? Ik denk met de trainer. Nee, Giroud, want daar, Giroud duikt er zelf op. Ja, daar leg ik het. En zijn ma filmt het dan, denk ik ook nog. Ja, goed. Genoeg, jongens. Ik zijn bij mij uitgekomen, Zwitserland. We moeten een keeper. Ja. Kijk ik in de ronde. Ja. Maar het was niet mijn keuze. Oké. Maar moet ik dan Jan Sommer? Want ik vind hem wel een hele, hele leuke keeper. Ja, maar ik vind, Gijs, je moet bij je eerste keuze blijven. We kunnen nu niet meer schipperen. Oké, dan schipperen we niet. Dan kies ik Jan Sommer. Manuel Obafemi Akanji. Oh ja. Tweede naam. Vernoemd naar Obafemi Martins. 25 jaar centrale verdediger van Borussia Dortmund. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat kan toch serieus niet? Er is geen speler die verder afstaat van de speelstijl van Obafemi Martins als Akanji. Ik dacht qua leeftijd. Want hoe oud is Akanji en hoe oud is Obafemi Akanji Martins? Akanji is 25. Ik denk dat Martins 45 is inmiddels. Oh nee, echt? Dat denk ik echt. Maar dan was dus in het begin van de carrière... Nee, toen hij nog bij Pro Evolution Soccer zo verschrikkelijk goed was. De vader van Akanji is de ontdekker van Martins. Ja. Dus die heeft Martins op zijn 11e ontdekt. Ja, en toen gezegd... Of het is zijn vader. Dat kan. Dat vind ik het logisch. Dan is het ook niet echt vernoemen. Nee, ik ga even zoeken. Ja, super. Goed, hij is in ieder geval wel vernoemd naar Obafemi Martins. Zijn tweede naam, hij is rechts, hij is links, hij is snel, hij is goed aan de bal. Meeste ballen voorover dit toernooi, 46. Speelt bij Borussia Dortmund, daar viel me op. Ik was echt diep onder de indruk, dus hij moet centraal achterin gaan staan. Dit kan echt niet. Obafemi Martins is 36. dus die vader was... Ja, Gijs, dat kan niet. Akanji was 11. Gozer, het staat... Hij heeft zelf gezegd dat hij vernoemd is naar Obafemi Martins. Maar Obafemi Martins is 11. Dus dat die vader zag een jochie van 11. What's your name? Obafemi. Oké, dankjewel. Ja, waarschijnlijk. Oké, dan prima. Ja, hoe oud? Obafemi is 36. Dat is hij al 10 jaar lang. Ja, dat staat... Nou ja. Goed, hij is in ieder geval vernoemd naar Obafemi. Hij heet in ieder geval Obafemi. Laat ik het daarop houden. Zijn tweede naam is Obafemi. Dan gaan we door naar Tim voor het laatst. Engeland, de verliezende finalist. Kelvin Phillips. Omdat hij me aan het denken heeft gezet. Want hij heeft... Het komt namelijk door Marcelo Bielsa. Hij heeft nog nooit in zijn leven op het hoogste niveau gespeeld. Tot dit jaar. Marcelo Bielsa heeft hem namelijk op een andere positie gezet dan waar hij normaal gesproken speelde. En dat betekent dus dat er waarschijnlijk heel veel voetballers zijn die veel hoger zouden kunnen eindigen dan de positie waar ze nu gewoon spelen. Dat vind ik heel interessant. Dus ik heb ook nog hoop voor mezelf. Maar vandaar Phillips. Je moet Marcelo Bielsa maar even bellen. Oh ja. Leuke keuze. Snijboon Duitsland. Robin Gosens. Leuk. Ja. Ik kon eigenlijk voor de rest ook niet echt iemand bedenken van wie ik bij Duitsland warm ben geworden dit toernooi. En Robin Gosens was toch wel een beetje de verrassing. Hè. Die heeft zich echt op het wereldpodium laten zien. Voor de paar mensen die het niet weten, Robin Gosens is een Duitse Nederlander. Opgeleid gedeeltelijk bij Vitesse, bij Dordrecht gespeeld, bij Heracles. Uiteindelijk via een omweg via Heracles bij Atalanta terechtgekomen. En bestrijkt daar nu de hele linkerflank en koos tot ons grote verdriet uiteindelijk voor Duitsland, niet voor Nederland. En een gemis voor het Nederlands elftal. Zweden, Pep. Isaac. Kan die keepen? Ja, ik was al van. Hij is best lang. Nee, ik zat Fjorsberg ook nog te twijfelen. Maar ik vond Isaac, dat vind ik dus gewoon echt een hele leuke voetballer. Met een
techniek die niet helemaal te duiden is of zo. Mm. Je weet nooit wat hij gaat doen. Het is een beetje onberekenbaar, maar toch super efficiënt. Hij heeft volgens mij heeft niet heel veel gemaakt. Maar dit toernooi? Nee. Maar hij heeft wel de dribbel van een toernooi waar hij ongeveer 5 man omver liep en toen de paal schoot volgens mij. Ja, het is een beetje Zlatan-esque, maar wat onhandiger, super effectief. Ik vind het echt... Hij kan altijd alles beter dan je verwacht. Ja. Dus hij is altijd sneller dan je verwacht. Hij is altijd sterker dan je verwacht. Eerst een paar keer denk je geluk en op een gegeven moment denk je, nee, dit is het gewoon. Ja, dit wordt het. Ja. Ja. Laatste land zijn we al. We moeten iemand op doel zetten. Ja, wacht. Welk land is het? Oekraïne. Ja, echt fantastisch. Die Buganam is dat. Fantastische keeper. Ja. Zeg ik helemaal. Ja, logische keus, Gijs. Dat was ook eigenlijk zeg een hele saaie keus. Ik heb Zinchenko gekozen. Aanvoerder, jongste aanvoerder ooit van Oekraïne. Ik vind het namelijk altijd zo interessant. Spelers die het in de Eredivisie niet maken, tussen haakjes. Zinchenko heel lang op de bank gezeten. Eigenlijk vrijwel alleen maar ingevallen bij PSV. Gewoon Champions League niet gewonnen, maar wel Champions League finale gespeeld bij Manchester City. Oogappeltje van Guardiola. Ik vind dat altijd echt zo vet. Vergelijkbaar met Danilo bij Rode JC. Die viel ook nooit op. Speelt nu ook gewoon in de Portugese nationale elftal en bij PSG. Ik heb echt een zwak voor dat soort verhalen. Dus vandaar Zinchenko ook nog in het team. Dan hebben we nu 16 spelers. En geen keeper. Nee, maar we kunnen toch het derde helftal positiespel EK-team... Ja. Maar mag je zonder keeper spelen, serieus? Ik denk dat je gewoon iemand de keeper eraan mag trekken. Die mag er met zijn handen. Oké, heel eventjes. Wie heeft er op zijn lijstje een speler staan waarvan je denkt, die kan wel op goal? Ja, Kiefer Moore kan wel op goal, denk ik. Ik zie Kjær daar ook wel. Chiellini? Dumfries trouwens. Ja, Dumfries kan dat sowieso goed. Die kan het 100%. Ja, Dumfries is de keeper. Okay, we zitten Dumfries trouwens ondertussen, want op de tv staat de BBC nog aan. Daar is een of ander regionaal programma begonnen ondertussen. Het is namelijk 1:00 s'nachts. Het is middernacht in Londen. De BBC, ik weet niet wat ze allemaal uitzenden. Maar goed, we hebben in ieder geval onze selectie rond. Gefeliciteerd. Ja, ik heb wel eens vaker teams gezien zonder keeper. Coronavirus, daily data. Ja, voor de luisteraar zit dus inderdaad live televisie te kijken terwijl we dit opnemen. Tim, voor het laatst, in ieder geval voor de komende periode. Maar niet de minste, kan ik je vertellen. Daar komt ie. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel, want ik heb weer een beetje voor je mee. Echt klaar, Tim. De jingle is af. Dus, Oké. Okay. Van ja, het kan niet anders dan dat het natuurlijk over de beker gaat vandaag. En dat is de EK-beker. Dat heet de Coupe Henri Delaunay. En het had echt heel goed gekund dat hij niet Henri Delaunay had geheten. Hij is namelijk vernoemd naar Henri Delaunay. En Henri Henri Delaunay is die is geboren in eind 1800. En die speelde bij een club uit Parijs. En die is daar een paar kampioen geworden ook. En na zijn carrière ging hij fluiten. Maar door het incident is hij daar mee gestopt met fluiten. Want hij was scheidsrechter bij de wedstrijd AF Garendov tegen... Wimbledon heeft trouwens eerst gewonnen door Djokovic. Ik ga wel even door. Tegen Benevolent, Snijboon. En hij kreeg, dit was begin 1900, hij kreeg de bal zo hard in zijn gezicht dat er 2 tanden uitgingen en hij zijn fluit had ingeslikt. Huh? Hè? Maar dat is dus echt... En hij praatte daar ook zo... Deed het, Hallo, Fem. Hoe zagen fluiten in 1900 eruit dan? Waarschijnlijk zo'n foepoesela. Ja, zo'n enorm lange blokfluit dan zo. Hij liep ook heel onhandig daarna. Want dan kreeg je dus de bal precies op zijn hoofd... terwijl hij de fluit in zijn mond had. Want anders... Ja. Ja, of hij kan niet de 2 tanden eruit dan zo proberen te fluiten. Nee, misschien liep hij altijd met die fluit in zijn mond voor de zekerheid. Hey, schat, je hebt je fluit ingeslikt. Ja, maar dan in ieder geval. En toen ging hij daarna dus... Het gaat nog verder. Nee, toen koos hij voor eigenlijk het pad der voetbalbestuurders. En toen kwam hij zo bij de UEFA. En toen hij heeft het EK bedacht, deze meneer. Oh ja? Ja, heeft de fluit ingeslikt en na het EK bedacht. En toen vlak voor de... niet vlak. 5 jaar voor de eerste EK-wedstrijd is hij overleden. Dus daar is de beker naar vernoemd. Mooi. Henri. Mooi verhaal. Oh. Zou je hem hebben? Ook er zit een foto op het scherm met een klein dik mannetje die EK-beker vasthoudt. Kaal, dik, klein mannetje. Ja. Mooi verhaal. In de handen nu van Italië. Ja. Dan zit het erop. Ik wilde eigenlijk... We hebben normaal gesproken fantalk en het is 1:00 s'nachts inmiddels. Dus ik weet niet of er heel veel fans wakker zijn. Dus misschien is het een moment om voor ons om de mensen te bedanken.
Kan het andersom? Maar gaat het emotioneel worden? Nee, dat denk ik niet. Want we zijn binnen de kortste keren voor het weer zijn weer terug. Maar... Voordat je dan die andere mensen bedankt, nog een klein bedankje geven aan onze stagiair Tim. Die ons de hele maand... we maken hem veel belachelijk. Maar zonder die lieve jongen zouden deze aflevering allemaal niet opstaan. En een klein bedankje aan ons geluidsmannetje Dirk. Die de hele maand om 6 uur 's ochtends is opgestaan met Tim en met mij. Dat kan ook geen pretje zijn. En dat heeft hij wel de hele maand gedaan. Dat wilde ik nog even benoemen. Hartstikke goed. Nog andere bedankjes? Ja, Coca-Cola natuurlijk. En zonder Coca-Cola. Was dit absoluut niet mogelijk. Daar drink ik er nog een op. Nee, maar de luisterers en kijkers en luisteraars... Ja, en alle gasten, zeggen, iedereen die langs wilde komen. Wie is nou zo gek om hier aan te schuiven? Wat is dat voor gelul? Nou, wat een blij bedankje. Laat staan twee keer. Hij zit er nog, Robbepijn zit er nog. Nee, wat super vet. 5 weken lang. Ik weet niet hoeveel uitzendingen opgenomen. Superveel leuke gasten. Jullie vooral 28 ochtends. Uitzendingen in totaal. En ook nog 5 Tim en Snijman voorspellen op YouTube. Abonneer. Hartstikke goed. Nou, luisteraars, bedankt voor de mensen die het... Die het volgehouden hebben. Live nu nog. Kijken er nog mensen? Zeker. Pabus die zegt namelijk graag gedaan. Ja, Pabus. Pabus, dankjewel jongen. Of meisje. Maakt allemaal niet uit. Het is een lange maand geweest. We lopen op ons tandvlees. We gaan nu volgens mij op vakantie. Allemaal eventjes. Als het... Volgens mij moet jij morgen in het vliegtuig zitten. Dus. Ja, precies. Ik moet me haasten. Want het is... Ik vlieg zo. Je kan weer ook binnen met je rolkoffertje. Ja, maar serieus, kijkers, luisteraars. Super vet dat jullie met ons meegeleefd hebben deze maand. Snijboon, dankjewel dat je er week in, week uit, dag in, dag uit was. Het was me genoegen. Ik heb genoten van je, Gijs. Hartstikke goed, Tim. Ik heb van je genoten, Gijs. Tot morgen in het vliegtuig. Nee, ik ga pas overmorgen. Oh jeetje, tot overmorgen. Ik moet morgen gewoon nog werken. Oké, iemand moet het doen. Pep, ik heb genoten van jullie. Dat je 2 keer aan wilde schuiven. We hebben genoten van je aanwezigheid. En dan zijn we er weer. 8 augustus, als ik me niet vergis. Een zondag. 8 augustus. Voorbeschouwing op het Eredivisie. Dus er wordt niets veranderd in, dames en heren. Zo snel alweer. Zet uw wekker, abonneer. Klik op het alarmbelletje. Je kan beter hier blijven. Ja. Dus als de mensen morgen wakker worden, dan zijn we voor de Eredivisie. Zijn we weer. Ja. Kijk, luisteraars, nogmaals dank. En hopelijk tot zondag 8 augustus.